Welkom bij de lezing over duurzame transitie. Het woord transitie betekent eigenlijk een overgang, een verandering en die is nodig. Ben ik van overtuigd dat er een verandering nodig is, omdat we op dit moment op een manier leven die niet vol te houden is. En daar zijn krachtige mensen voor nodig om te zorgen dat ze wel een hand durven opsteken om te willen veranderen. Of om daar binnen bedrijven of andere plekken in de maatschappij zich uit te spreken voor verandering en dat ze dan ook weten waar naartoe en hoe. Laten we eens beginnen met het verhaal wat ik had voorbereid. Het start wat mij betreft altijd hier. Er is een bolletje in de ruimte, daarop leven wij. En dat is een omgeving die is helemaal niet vriendelijk voor leven. Daar kun je eigenlijk helemaal niet leven. Daar is het heel koud of heel heet of er is geen lucht. Eigenlijk zijn de condities precies op de rand van dat bolletje, die zijn ideaal om te leven. En daarom zitten we daar ook met z'n allen. We leven daar op die aarde. En dat is dus belangrijk om dat te beschermen, want dat is de grond van waarop wij een bestaansrecht hebben. Dus we hebben alleen maar recht op leven als wij ons binnen een laagje van 10 meter ongeveer bevinden, zo rondom dat bolletje. Nou, dat bolletje dat maakt zijn eigen chemische grondstoffen met behulp van een naburig gelegen ster, dat is die. En daar hebben we eigenlijk al vrijwel al onze energie aan te danken. Er is ook nog wel wat energie die niet aan de zon is gerelateerd. Dat zijn bijvoorbeeld aardwarmte en kernenergie. En ook wel getijdenenergie van de maan. Maar eigenlijk komt alle energie die we voor de rest hebben, zoals waterenergie of windenergie, dat komt indirect vanuit de zon. Nou, hoe is dan eigenlijk de situatie ontstaan waar we nu in zitten? Dat we zo zijn beland in een situatie waarin we dingen niet duurzaam doen, dan moeten we eigenlijk heel ver terug. En sommigen van jullie die hebben daarin een ander geloof dan ik. Ik hou de wetenschap aan, altijd als ik het heb over het ontstaan van de aarde en het ontstaan van de mensen daarop, dan ga ik uit van de jagers, verzamelaars, dat we daar vandaan gegroeid zijn naar mensen die ook aan landbouw doen en dan weer doorgaan naar de industriële revolutie, et cetera, et cetera. En dat we ook verder terug in de tijd, dat we daarin van dieren afstammen en dat we daarvoor nog weer van eencelligen, et cetera. Dus als ik dat eens even langsloop, dan doe ik dat zometeen trouwens, nog niet. Want ik ga eerst eens eventjes de huidige situatie nog wat beter beschrijven. Dat was ik even vergeten. Ik heb hier een paar filmpjes en een paar bullets. Die ga ik één voor één even langs om eens eventjes te kijken naar waar we op dit moment mee bezig zijn. Nou, en ik heb hier een filmpje, die zal ik eens even starten. Het geluid is waarschijnlijk een beetje hard, maar dat zal ik eens even kijken of ik dat nog wat zachter kan maken. Volgens mij laat dat filmpje goed zien dat wij op dit moment situaties tegenkomen waarin wij onze eigen vervuiling die we zelf hebben gecreëerd weer tegenkomen en dat we niet in staat zijn om daar een goede oplossing voor te verzinnen. En als wij te klein zijn om dat probleem wat heel groot is aan te pakken, dat we het dan het probleem gewoon weer doorgeven aan bijvoorbeeld volgende generaties of de verdere kant van de rivier als je het zo bekijkt. Er was hier in dit filmpje een rivier waarin zoveel vervuiling was dat de brug daardoor verstopte en dat het water daartegenaan niet een doorgang kon vinden. Dus vanwege het gevaar op het doorbreken van die brug hebben ze er toen voor besloten om dan het vuil maar over de brug heen te tillen. Volgens mij in Oost-Europa ergens. Dus gewoon nog in Europa, helemaal niet zo heel ver bij ons vandaan. Oké, wat is er in onze huidige situatie aan de hand? Volgens mij krijgen wij op dit moment heel veel informatie tot ons. Omdat wij, omdat de wereld qua communicatiekanalen zo is gegroeid dat wij nu weten van
gletsjers die smelten, terwijl we hier niet in een land wonen waar gletsjers zijn. Dat we weten van koraal wat zich aan het terugtrekken is in de zeeën, terwijl wij zelf geen koraal hebben. Maar dat we ook weten dat de ijskappen smelten en dat we weten dat de zeeën opwarmen en dat we weten dat er de zeespiegel stijgt. Terwijl dat misschien iets is wat je vroeger helemaal niet zou hebben geweten, omdat dat nauwelijks meetbaar is. Daarvoor heb je echt hele nauwkeurige meetinstrumenten nodig. ik zal daar even iets over laten zien. Dat is dit filmpje. Large-scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer in the northern hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Meanwhile, in the southern hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia, contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations of carbon dioxide accumulate in the atmosphere each year. This is contributing to the long-term trend of rising global temperatures. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations in atmospheric models like GEOS-5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe. Dat filmpje van NASA over de CO2-emissies in de wereld is een voorbeeld van de technologie die nu zo goed is dat wij verandering niet alleen kunnen meten, maar ook heel goed zichtbaar kunnen maken. Dus dat de CO2-niveaus wel degelijk stijgen en dat er ook echt een opwarming van de aarde plaatsvindt. Wat we ook zien in de huidige situatie is dat we heel erg afhankelijk zijn geraakt van techniek. En daar heb ik ook een filmpje bij. Was wäre das Leben
ohne das Handwerk. Mist! Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Nou, dat filmpje dat gaat over eigenlijk het handwerk, zeggen ze dan in Duitsland, maar over alles wat met techniek te maken heeft. Als wij kijken wat er om ons heen niet van techniek is of door techniek is bedacht of gemaakt, dan blijft er eigenlijk niet zoveel over. Dat is de boodschap. Ik vond het een mooi filmpje om even te laten zien hoe de techniek eigenlijk overal in is verweven, in alles wat we op dit moment hebben en doen. Nou, vanuit die huidige situatie waarin we zien dat we die techniek hebben ingezet voor hele grootschalige dingen die niet duurzaam gaan, zijn er dus ook Sustainable Development Goals, die jullie allemaal kennen, eigenlijk gegroepeerd om aan te geven op welke gebieden we allemaal die verandering kunnen inzetten. Nou, voordat we dat gaan doen, tenminste, we zijn er al mee bezig natuurlijk om daar hele veranderingen in aan te brengen. Er zijn een heleboel initiatieven, daar kom ik later nog op. Maar op dit moment is de aarde nog steeds aan het bewegen in een verkeerde richting. De versnelling is al wel positief, dus de wil is al wel om verandering te gaan brengen in de richting waarin we nu bewegen. Maar we hebben nog steeds een negatieve snelheid, dus we liggen nog steeds op ramkoers met een heleboel problemen die ons waarschijnlijk ook wel nog eerst gaan treffen voordat we de goede kant op bewegen. Maar hoe dat precies gaat, daar ben ik geen voorspeller in. Dus ik ben daarin net zo benieuwd als jullie. Ik ga eerst eens eventjes die geschiedenis door. Hoe we hier gekomen zijn in deze huidige situatie. Nou, hoe is dat ontstaan? Eigenlijk is de natuur vanaf het begin af aan eigenlijk altijd erop gericht geweest om goed voor zichzelf te zorgen en voor je eigen club. Dus als een wolf met zijn eigen roedel, dan was die altijd heel erg beschermend naar zichzelf. En als er dan iets van gevaar was van buitenaf, dan kon je je daar heel erg woest tegen verzetten. En wat je ook deed om aan je eten te komen is gewoon iets anders kapot maken. Dat je prooi en roofdieren, die leven met elkaar in evenwicht. Als er even weinig prooidieren zijn, dan daalt het aantal roofdieren. Maar als er weer weinig roofdieren zijn, dan stijgt het aantal prooidieren weer. En zo krijg je een soort cyclisch verband, maar wat wel in evenwicht is over de lange tijd. En waarin eigenlijk toch datgene wat je kapot maakt, namelijk je prooi, op een duurzame manier toch weer terug kwam, weer in de natuur en weer door kleine organismen weer werd omgezet in ander voedsel, wat weer voedsel was voor grotere dieren enzovoorts. Uiteindelijk was dat een kringloop die de aarde als geheel niet bedreigde. Toen kwam de mens. De mens die heeft diezelfde methode gehandhaafd om ook gewoon prooi te doden en soms ook meer dan ze zelf nodig hadden, of in eerste instantie niet, maar dat werd dan later zo. En daar gebruikten we ook tools voor. Dat is de eerste vorm van techniek. Die speren en touwen en netten of wat we ook allemaal gebruikten en het samenwerken als geheel maakte dat we al snel heel veel succesvoller waren dan eigenlijk de roofdieren die op ons aasden. Zeker toen we vuur gingen uitvinden, wat een hele krachtige vorm is geweest, een techniek is geweest die gezorgd heeft dat wij een afstand konden nemen van ons, van het gevaar wat ons bedreigde. Nou, de mensen werden steeds handiger in om die techniek in te zetten. We konden op den duur met hout hele goede dingen bewerken. We konden huizen maken waarin we comfortabel konden wonen en veilig konden wonen. En we ontwikkelden een soort van taal. En die taal, die was eerst in eerste zin nog primitief, maar dat ontwikkelde zich snel al tot een krachtige methode om met elkaar te kunnen samenwerken. Toen kwam de landbouw. De landbouw heeft gezorgd dat we veilig aan ons eten konden komen, dat we niet meer op jacht hoefden, dat we er niet eens meer de deur vooruit hoefden. We konden gewoon een van de dieren die we hadden slachten, of we konden daar melk van maken, van de melk, melk van halen en daar kaas van maken of andere producten. En dat maakte dat we nog verder afstand namen van de natuur. En dat we nog steeds
doordat wij zelf geen natuurlijke vijand meer hadden, konden groeien. Die landbouw, daar konden we zelfs dieren voor inzetten, die we dan mak maakten. En dan konden we eigenlijk, doordat we nu niet meer zelf de power hoefden te leveren om het grond te bewerken, konden we nog weer makkelijker eigenlijk, of met minder mensen, hetzelfde werk verzetten. Eigenlijk is dat ook altijd techniek die hierachter ligt, is ervoor bedoeld om te zorgen dat een mens een grotere impact heeft. Dat je als mens meer kunt dan wat je alleen zou kunnen. De techniek die helpt je om om meer werk te kunnen verzetten in feite. Nou, in het begin waren er primitieve boten, maar ook die boten die ondergingen een verandering, totdat we ook de wereld konden overvaren. Naar alle uithoeken van de wereld konden wij ineens komen. We konden spullen van andere landen naar ons halen, we konden onze technologie elders brengen. En eigenlijk ging dat op alle vlakken zo. Op de techniek en de uitvindingen die er allemaal gedaan zijn, zie je dat er telkens weer iets bedacht was wat gecommuniceerd kon worden met anderen, zodat die dat ook weer konden toepassen en waardoor we nog weer verder konden groeien en eigenlijk ook nog weer verder van onze natuur afkwamen. Want de natuur heeft ook een heleboel andere dingen in zich die in eerste instantie nog niet door de hele mens zijn ontdekt. Pas in de late middeleeuwen, gewoon begin, zeggen we rond 1600, daar begon eigenlijk de wetenschap zich te ontwikkelen. En kwamen we erachter dat je verschijnselen had die je kon verklaren. Dus krachten zijn waar je dus dingen mee kunt uitrekenen, maar ook dat er magnetisme is en elektriciteit. En die hele wetenschapstak die maakte eigenlijk ook voor een soort van revolutie dat wij allemaal dingen gingen begrijpen en konden toepassen, waardoor wij onze positie nog verder konden versterken als technisch. Hoe noem je zoiets? Ja, technische dominante groep op aarde. En dat nam helemaal een sneltreinvaart toen we ook in staat bleken om grote machines te maken die nog weer de dieren konden vervangen. Dus dan hoefden we niet meer dieren in te zetten om kracht te leveren voor het werk wat wij gedaan wilden hebben, maar dan konden we daar een machine voor inzetten. En niet alleen maar stoommachines, maar later ook andere dingen. Oorlog staat hier erbij. Dat is dat we nog steeds een beetje dat gevoel hadden van wij en zij, dus we moeten onze eigen club beschermen, net zoals dat in de oertijd was, dat de dieren ze hun eigen clan wilden beschermen tegen invloeden van buitenaf. En hoewel dat nog steeds een beetje zo is, beginnen we nu langzaam te komen tot een situatie waarin we beginnen te ervaren dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Dus dat we niet meer elkaar moeten bevechten, maar dat wij de situatie die we hebben geschapen moeten bevechten. Wat ik nog verder wil vertellen over oorlog, die er van alle tijden is natuurlijk, is dat er een oorlog is altijd een periode van grote technische vooruitgang. In de oorlog, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, is de techniek zo ver gekomen dat we bijvoorbeeld injectiemotoren met diesel konden maken. Dus de dieselmotor hebben we eigenlijk te danken aan de voortgang die we hebben geboekt in de oorlog. Het is een beetje wrang om dat zo op die manier te zien of te zeggen, maar ik vond het toch wel dat jullie dat ook erbij kunnen bedenken bij oorlog. Nou, verder hebben we door onze toenemende invloed en toenemende power, zodat we ineens heel veel machines tot onze beschikking hadden, hebben we een enorme grotere impact gekregen op onze omgeving, op de natuur, op de zeeën, op van alles en nog wat. En hier zie je een foto van een grote mijn. Ik weet eigenlijk niet eens welke mijn dit is, maar wij zijn gewoon in staat om hele stukken land af te graven of bergen op te blazen of wat dan ook. Om ons in ieder geval veel meer te doen dan dat wij met onze handen alleen voor elkaar zouden kunnen krijgen. Tegenwoordig jagen we niet meer op mammoeten, maar hebben we eigenlijk hele grote apparaten om enorme stukken land voor ons eigen doel in te zetten. Eigenlijk als je nu naar de kaart van Nederland kijkt, is er geen plekje meer die niet een functie heeft voor de mens.
is het niet om te ontspannen, dan is het wel om er spullen op te verbouwen of om er gebouwen op neer te zetten waar gewerkt kan worden of gewoond kan worden. Eigenlijk is het landschap al helemaal ingedeeld en is er geen stukje meer vrij wat geen functie heeft voor de mens. Nou, de steden werden steeds groter en de impact van de mensen werd nog steeds groter. En dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Dat wij maken gewoon door de technologie onze impact op alles wat we om ons heen hebben zo verschrikkelijk groot, dat we er nu tegenaan lopen dat dat effect gaat hebben wat we weer terugkrijgen van de natuur eigenlijk. We zijn niet meer onbeduidend als mensheid op aarde. Onze impact is gewoon enorm aan het worden, omdat we met zo heel veel mensen zijn die allemaal monden hebben, die gevoed willen worden, die een plek willen hebben om te wonen en te werken. En beginnen we nu te zien. Dat beginnen we ook te zien omdat we de ruimte aan het verkennen zijn. En als je camera's ophangt in de ruimte, dan kun je terugkijken naar de aarde en dan kun je zien wat je aan het doen bent. En daarom is het eigenlijk zo bijvoorbeeld een Wubble Ockels die in de ruimte is geweest en terug heeft kunnen kijken naar de aarde en heeft gezien wat een fragiel evenwicht dat eigenlijk is, zo'n dun laagje waar we met z'n allen op wonen, dat wij daar heel zuinig mee moeten zijn. En dat besef is langzaam aan het groeien en dat wordt nu door de westerse wereld al door een heleboel mensen omarmd. En ook in de derde wereldlanden zijn er steeds meer initiatieven om ook te gaan kijken naar wat de impact is van het handelen van de mens op de natuur. Nou, de technologie heeft ons heel veel gebracht en die is nu zo verfijnd dat we overal ter wereld kunnen telewerken. We hebben apps en mobieltjes die ons alle informatie kunnen brengen die we maar willen. Er is nieuws die gewoon dagelijks bij ons naar binnen komt. En hoewel we met z'n allen nog aan het leren zijn en aan het wennen zijn aan die nieuwe vorm van informatie, hoeveel we op ons pad krijgen in de looptijd van een jaar of van misschien wel een leven. Vroeger was dat in de middeleeuwen maar heel weinig. Tegenwoordig is wat wij meemaken in een dag, is ongeveer al wat iemand in een heel leven meemaakt in de middeleeuwen. Qua impact, qua hoeveel indrukken en impressies en prikkelingen, dat daar kun je niet iemand uit de middeleeuwen die hier naartoe zou beamen, daar kun je die niet aan blootstellen. Dat zou een fataal vorm zijn. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de technologie ons heel veel heeft gebracht. Op dit moment zitten we op een hoogtepunt en merken we eigenlijk ook nog heel veel de voordelen van technologie. Dat het heel veel heeft mogelijk gemaakt. En er is nog niet zo heel veel onherstelbaar kapot. Dat tenminste niet, zodat wij daar de nadelen van ondervinden. We zijn eigenlijk op dit moment op zijn rijkst, kun je zeggen, van ooit. Er is geen koning in het verleden of keizer in het verleden die met hoe groot zijn volk ook was, hem kon geven wat één iemand, zoals die nu, zoals jij, nu zoals je daar zit, met je mobiel en met je kleren en met je mogelijkheden en dat je op vakantie zou kunnen met een vliegtuig en dat je kunt bellen met iemand aan de andere kant van de wereld en dat je in een auto kan stappen en 120 km per uur ergens naartoe kan rijden of in een hogesnelheidslijn of alle verworvenheden die wij nu hebben, dat we ananas kunnen eten uit weet ik veel waar en dat we kiwis uit Nieuw-Zeeland halen, dat was voor niemand mogelijk in het verleden. Eigenlijk zijn we nu met z'n allen enorm rijk geworden van de technologie en de overheersing en de dominantie die we hebben, die dominante positie die we hebben gekregen over de aarde. En bij dat gevoel komt bij veel mensen dat je dat ook niet weer kwijt wil raken. Die verworvenheden wil je niet weer teruggeven. Nou, dat is een logisch gevoel. Als je iets hebt bereikt, dan wil je niet weer terug naar een stap daarvoor of een paar stappen daarvoor. Je wil eigenlijk die welvaart die we hebben gekregen niet weer opgeven. En daarvoor worden we een beetje bang en angstig. In ieder geval sommige mensen die zetten de hele wereld op slot. Die gaan eigenlijk verandering die er nu is om te zorgen dat we bepaalde dingen minder gaan doen of anders willen gaan doen, tegenwerken. Nou, dat zie je in de vorm van mensen in Zuid-Amerika. In de politiek daar zit iemand die ineens niet van plan is om het regenwoud te gaan beschermen, omdat hij de welvaart van de mensen wil behouden en door laten gaan, omdat ze die bossen die ze platbranden, daar komen weer akkers voor terug waar de mensen weer nieuwe dingen op kunnen verbouwen, zodat ze daar geld mee verdienen. En
een Trump die eigenlijk weer terug wil naar het goede oude Amerika, waarin de mogelijkheden onbeperkt waren en waarin niemand zou zitten zeuren over dat het misschien niet goed zou zijn of dat we daarmee de aarde opwarmen. Dat wil je allemaal niet horen. Dus best wel een moeilijke tijd eigenlijk om het wal te keren of het schip te keren. Want er zitten nu op dit moment mensen aan de macht die van duurzaamheid niet zoveel willen weten. Op veel plekken nog. In Australië, waar nu de bosbranden zijn, daar was de premier van Australië op televisie. En die zei dat hij eigenlijk niks wil doen voor een strenger milieubeleid. Want ja, wat stelt dat nou eigenlijk voor Australië? Terwijl als je ziet hoeveel daar aan bos de lucht in is gegaan. Een oppervlakte grootte van Nederland of nog meer zelfs. Nou, dit stripje dat zegt het eigenlijk wel. Een houding van veel mensen trouwens. Om te denken dat hun invloed verwaarloosbaar klein is. Dus dat ze het dan maar niet hoeven doen. Te verwaarlozen invloed op het klimaat. Nou, als we allemaal zo denken, dan snap je natuurlijk wel, en daarvoor is dit stripje ook, dan doet niemand iets en dan verandert er ook niets. Dus dat is in ieder geval geen goede manier om te veranderen. Ik denk dat je er altijd bij moet beginnen dat je moet geloven in dat kleine beetjes helpen. Dat is eigenlijk de boodschap van deze strip ook. Dus ook al zijn we een klein landje als Nederland, onze impact is enorm en onze voorbeeldkans om te laten zien aan de wereld hoe het ook kan. Daar liggen echt mogelijkheden waarvan ik denk dat ze heel zinvol zijn om die te benutten. Nou, hier hebben we een mooie curve die eigenlijk verandering wel weergeeft. Dat je in het begin, als je ergens achterkomt, bijvoorbeeld de aarde warmt op, dan heb je een schok effect van, is dat echt zo? Nou, nee, dat kan natuurlijk niet waar zijn, want de aarde is zo groot, dus dan ga je dat ontkennen. Vervolgens kun je zelfs boos om worden van, wat is er aan de hand? Misschien boos op jezelf, van waar zijn we mee bezig? Of dat je gaat kijken of je er nog onderuit kan komen, zoals studenten dat ook wel eens doen. Als ze een onvoldoende hebben, dan zijn ze in eerste instantie, nee, ik heb geen onvoldoende, dat kan niet. Daarna worden ze boos op de docent. Vervolgens gaan ze onderhandelen, van kan ik er niet toch nog een voldoende van maken? Zo, totdat er uiteindelijk achterkomen van, verdorie, er is niks aan te doen, ik heb gewoon echt een onvoldoende. Dan zit je even in de put. Totdat je het accepteert en het omweten buigen naar een positieve houding, waarbij je zegt van oké, nou dan gaan we leren voor de herkansing. En die curve, dat noemen ze de Kubler-Ross curve of Kubler-Rus. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat uitspreekt. En eigenlijk zitten we op dit moment nog een beetje in die beginfase qua wereld en duurzaamheid. In die ontkenningsfase en mensen proberen of ze er nog onderuit kunnen komen. En al sommigen zitten al een beetje in die depressie. En anderen die proberen het al om te buigen richting positieve acties. Waarbij we met z'n allen de energie gaan voelen om die transitie goed te laten gaan verlopen. Nou, veel van onze problemen, zei ik, die zitten niet bij ons in de buurt. Die zitten ver weg. En dat maakt dat wij de gevolgen nog niet zo heel erg in ons dagelijks leven ervaren. Maar dat kun je een beetje vergelijken met een mooie stad heeft ook altijd een industrieterrein. En als dat industrieterrein langzaam groter wordt en een delen van de stad eigenlijk er ook als industrie gaan uitzien, dan begin je een beetje te merken van, hey, is dit wel de bedoeling? En ook afvalbergen die je eerst buiten de stad had, als op den duur het afval in je stad gaat liggen, dan ga je ook merken van, waar blijft nou nog het mooie gebied over waar we kunnen leven? Ik heb wel eens het idee dat we als westerse landen, andere landen uitbuiten om dan onze ellende daar maar te begraven. Of dat we het hier maar mooi houden en dan onze ogen sluiten voor het feit dat het ergens anders minder wordt. Nou, ik heb hier in ieder geval even een paar filmpjes om jullie daar wat beelden bij te geven van, is het nou ja, in al die andere landen dan zo erg? En hoe komt dat plastic afval in de zee? En we gaan er eens even naar kijken. Nou, dat filmpje laat wel duidelijk zien dat het een rivier is die vol zit met afval.
Wat ik daarbij zie is dat het anders is dan de rivieren die wij in Nederland hebben. Bij ons zit daar niet zoveel afval in. Dan kun je aan de ene kant denken van oké, dan hebben wij het goed voor elkaar en wij ruimen tenminste ons afval op en we gooien het niet zomaar weg. Hoewel ik daar ook nog wel eens veel langs de weg zie liggen bij ons. Maar het gaat ook om de spullen die we maken en dat we dingen ontwerpen met maar een enkele levensduur, eigenlijk een wegwerp. Producten. Wegwerpproducten die je één keer gebruikt en daarna weggooit. Dat is natuurlijk een probleem waardoor die hele vervuiling komt. Dat kun je niet alleen maar bij die mensen neerleggen die gewoon vanuit vroeger gewend waren om dingen van bananenbladeren te eten. En dat als je die weggooit, dan lost dat gewoon prima weer op in de natuur en dan groeit weer iets nieuws. Dat gedrag is heel moeilijk te veranderen in andere landen met de producten die wij eigenlijk hebben bedacht. En de materialen die we daarvoor gebruiken. Want plastic is gewoon zo slecht afbreekbaar in de natuur dat dat zo lang blijft bestaan. En dat wordt niet door organismen weer opgegeten of zo. Ook daarin zijn we slagen aan het maken in de techniek, maar dat is weer een ander verhaal. Een ander filmpje is deze, Trashtown. Die laat ik eventjes niet spelen nu. Daar kun je ook zelf op zoeken als je Trashtown intikt of zo. Dan zie je gewoon... Wat ik bedoelde met sommige plekken in de wereld zijn heel mooi, maar sommige zijn ook eigenlijk de keerzijde van onze maatschappij. En al het afval wat wij produceren, als we dat gewoon elders heen brengen, dan krijg je natuurlijk ook plekken in de wereld waar dat afval de woonplek is van andere mensen. En dat is eigenlijk waar dit filmpje over gaat. Nou, als jullie goed om je heen kijken en je leest de krant en je kijkt naar de bladen van tegenwoordig, of de Ingenieur is een heel mooi blad en Technisch Weekblad is er eentje, dan zie je dat vol staat met allemaal initiatieven van mensen die iets starten om de wereld een beetje beter te maken. En dat vind ik een hele leuke ontwikkeling, dat die initiatieven die maken een soort van de pijn, die verzachten wat de pijn van alle dingen waar je over leest en die je om je heen ziet gebeuren die minder mooi zijn. En die eigenlijk een soort doemscenario in je hoofd kunnen opwekken. Van, het gaat helemaal mis. Ja. Nou, laten we met z'n allen zorgen dat wij meedoen met al die initiatieven. Om te zorgen dat inderdaad niet zo ver komt dat het allemaal misgaat. Nou, had ik nog een slide over stabiliteit. In de geschiedenis van de mensheid is er altijd wel verandering geweest. Maar de laatste... Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang, of dat nou 100.000 jaar is of nog langer, is het klimaat relatief stabiel. En daarbij gedijt natuurlijk de mens, want als het klimaat verandert, dan moet de mens ook veranderen. En dan moeten we anders gaan wonen of anders gaan eten of anders... je kunt ook geen landbouw bedrijven dat je van je vader hebt geleerd hoe je bijvoorbeeld aardappelen kunt verbouwen en dat je dan zelf er op den duur mee geconfronteerd wordt dat het klimaat zo veranderd is dat er geen aardappels meer groeien. Dan moet je iets nieuws doen. En die verandering is niet goed voor een mensheid als geheel om daarin een stabiel succes te hebben. Om goed te kunnen gedijen. Nou, het klimaat is niet het enige. Vrede is natuurlijk ook zoiets. In oorlogstijd gaat er een heleboel kapot. Dus we gedijen bij vrede, dan kunnen we dingen opbouwen. Je kunt ook dingen opbouwen als er regels zijn rondom hoe je je land hebt ingedeeld. En dat die stabiel zijn, die regels. Dat er niet de hele tijd een veranderende persoon aan de macht zit. Dan kun je een economie opbouwen op die regels en handel. Verder... Als je ervan uit kan gaan dat jij voor je bedrijf de hele tijd grondstoffen hebt, dan kun je daar producten mee maken. Maar dan moet er wel een stabiliteit zijn in de aanvoer van die grondstoffen. En eigenlijk is de natuur een leverancier van grondstoffen. En ook een leverancier van voedsel. En als daarin iets verandert, zoals bijvoorbeeld in de zeeën, dat we nu merken van nou, we hebben er zoveel in gevist, dat de hele vissoorten, die hebben we eigenlijk opgevist. Dan verandert daar iets wat niet stabiel is. En dan kun je... zien dat dat dus niet helpt voor de mensheid. Wij gedijen bij stabiliteit, dat niet aangetast wordt. Nou, er zijn landen waarin de waarde van geld op dit moment heel hard aan het dalen is, waarbij mensen eigenlijk een vermogen hadden opgebouwd, maar dat is niks meer waard. Dus dan zitten ze weer bij nul.
Stel je voor dat de euro ineens nog maar een duizendste euro waard is. Dan kun je een beetje voorstellen dat het geen zin heeft om geld op de bank te zetten. Of dan wil je graag je geld ergens instoppen wat zijn waarde behoudt. Dus je wil die stabiliteit hebben. En dat zit op heel veel meer fronten. Antibiotica. Eigenlijk een heel groot deel van onze geneeskunde is gebaseerd op de werking van antibiotica. Als die werking, en dat merken we, naar beneden gaat, dat de bacteriën daar resistent tegen worden, dan hebben we echt een probleem met z'n allen, want dan kunnen we qua ingrepen nog maar, bij elke operatie wordt preventief antibiotica gebruikt om te zorgen dat de snijwond niet gaat infecteren en niet gaat ontsteken. En dat zijn veranderingen die niet helpen als je wilt gedijen als mens. Dan wil je graag dat je een medicijn hebt die morgen ook nog werkt en overmorgen ook nog. Dan kun je tenminste daar een plan op maken of dan kun je daar wat op leunen. Er is heel veel in verandering op dit moment. En dat is dus maar de vraag hoe goed de mensheid daar nog bij gedijt met zoveel als dat we er zijn. Nou, dan is mijn vraag aan jullie op dit moment. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de huidige situatie? Nou, dan kun je denken aan wie heeft de schuld. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat iedereen die het zich aantrekt, die het zich verantwoordelijk voelt, dat die de verantwoordelijke is voor de huidige situatie. Dat is een andere manier van het woord verantwoordelijk. Je kunt eigenlijk met een vinger wijzen van jij bent verantwoordelijk hiervoor, dus het is jouw schuld. Maar je kunt ook je vinger naar jezelf wijzen van ik voel me verantwoordelijk voor dit probleem. En ik voel mij aangesproken om daar een deel van de oplossing in te brengen. Dus voor jullie de keus. Of je er wel of niet inspringt, of je het je aantrekt, of je er verantwoordelijk voor voelt. Voor al die grote dingen die er op dit moment spelen. Ik denk dat je er niet omheen kunt, dus misschien ook maar het handigst om er dan ook gewoon in te springen. Nou, dan kom ik op het laatste stukje van mijn presentatie. En daarna heb ik nog een sommetje. En dat sommetje, dat vertel ik straks wel. Het is natuurlijk niet makkelijk om je voor te bereiden op een veranderende wereld. Eigenlijk zou het wel fijn zijn als jullie gewoon een vak konden leren waarbij wij dat vak al hebben gedaan. En dat jullie van ons leren hoe je dat vak doet en dat je het daarna gaat doen. Dat wij al precies weten wat je te wachten staat. Nou, dat kunnen we helaas niet meer bieden, want de wereld is zo in verandering dat wij kunnen niet meer vertellen wat jij gaat doen straks. Dat weten we eigenlijk niet goed. En iedereen die anders beweert, die heeft geen gelijk. Want de wereld verandert. Dus er zitten echt een heleboel dingen aan te komen waarvan wij eigenlijk niet goed jullie kunnen voorbereiden op wat daar voor nodig is. Toch kunnen we wel een klein beetje nadenken en zien wat de patronen zijn, wat we jullie kunnen vertellen. En vanuit mezelf heb ik een aantal dingen opgesomd hier, die ik even langs ga lopen. Ik merk dat jullie als generatie die eraan gaat komen om al deze problemen, om je daar in je werk ook en je weg in te vinden, geneigd zijn om veel in je mobiel te zitten. En je een beetje. En nou is die mobiel natuurlijk ook de wereld, maar ik bedoel ook gewoon om dat je selectief af en toe je aandacht eventjes bij bepaalde dingen houdt en andere dingen doet alsof ze er niet zijn. Nou, dat is natuurlijk een hele goede eigenschap om jezelf te bewerken of te bewaken, te beschermen. Maar zorg dat je wel waar mogelijk af en toe een beetje probeert om die oogkleppen wat te verruimen en te zien wat er allemaal in de wereld speelt. Dus niet alleen maar tijdens je studie in Nederland blijven, maar ook af en toe eens kijken of je misschien kunt samenwerken met of misschien een project kan doen in het buitenland, zodat je met eigen ogen ziet wat er allemaal aan de hand is. Want Nederland is geen representatief voorbeeld van de hele wereld. De wereld is zo ruim dat het is goed om daarin te reizen. Dat is een van mijn tips. En ook als je niet daarheen kunt, kun je altijd nog
je eens verdiepen in iets waar je standaard eigenlijk je een beetje voor beschermt om dat toch eens een keertje in te duiken. Oké. Het tweede is een belangrijke. Dat is, laat je niet ontmoedigen door alle negatieve info die je leest en hoort over hoe de wereld wel niet kapot gaat. Want volgens mij heeft niemand er iets aan als je je positieve instelling verliest. Want dan heeft het helemaal geen zin meer. Dus hou die positieve instelling vast, zou ik zeggen. Dat je daarin een verschil kunt maken die zin heeft. En dat heb ik ook. Daarom maak ik ook dit soort filmpjes. Nou, dan zijn er nog dingen als instelling in jezelf. Dat je kunt soms ergens van balen. Dat iets loopt zoals je het eigenlijk niet wou. Of dat je geboren bent op een plek die niet zo is zoals je die wou. Maar je kunt ook eigenlijk elke situatie ombuigen naar iets positiefs. Dus als er iets negatiefs gebeurt, dan kun je ook denken van, nou, wat kan ik eruit halen dat ik het op een goede manier kan ombuigen? Of kan ik er ook wijzer van worden? Wat ik daarnet al zei over schermpjes en dingen, dat is dat ene laatste bullet. Ik denk dat als je een goede leider wilt worden, dus iemand die de wereld meeneemt naar een betere plek, of die daar een verandering in wil aanbrengen, dan moet je daar een visie voor hebben en dan moet je stevig staan. En dat kun je in mijn optiek alleen maar bereiken door af en toe eens stil te worden en bij jezelf na te denken van, wat vind ik eigenlijk? En dan niet, wat word ik geacht te vinden of wat vindt men hiervan? Nee, wie ben ik eigenlijk en wanneer voel ik me blij en hoe wil ik eigenlijk dat het eruit ziet? Dat je daar een beeld over vormt en dat je jezelf gezond houdt, ook qua stress. Dat je je kunt loskoppelen van de rest en zelfstandig je eigen mening kunt verkondigen. Nou, en dat kun je doen door mindfulness bijvoorbeeld. En misschien vinden jullie dat zweverig, maar iets van meditatie. Dat je je dag begint met een 10 minuten stilte. Om eens eventjes vanuit je eigen kracht en je eigen richting de wereld in te gaan. In plaats van dat je meeloopt met de massa en dat je eigenlijk vindt wat anderen vinden. Als laatste punt heb ik zoiets van, vanochtend fietste ik naar de trein. En toen lagen daar op de weg een paar afgezaagde takken. En ik ben gestopt om die takken, dat waren kleine ronde dingetjes, die waren gevaarlijk. Als je daar overheen fietst, dan kun je zomaar onderuit gaan. En ze lagen ook nog in een bocht of zo. Ik ben gestopt om die dingen even van de weg af te halen. En dat is een soort van, wat ze bij de padvinders, de goede daad van vandaag of zo. Gewoon doe eens elke dag een goede daad. Ik kan natuurlijk niet de hele wereld veranderen. En ik pak gewoon even één dingetje. Ik heb voor mezelf gewoon, niet echt heel bewust, maar toch een keertje voorgenomen van, oké, als er iets op de weg ligt en het ligt in de weg of het is gevaarlijk, dan is dat mijn stukje. Dus dan stop ik. En als er iets anders is, dan laat ik dat aan anderen over. Maar dat was dat laatste bulletje is, misschien kunnen jullie voor jezelf verzinnen of je ook een soort van goede daad of de achtergrond van een padvinder. Van we willen met z'n allen de wereld een beetje verbeteren. Kunt ontwikkelen in jezelf. Daarmee ben ik aan het eind gekomen van dit stukje van de presentatie. Het is geen technisch stuk geweest die voor werktuigbouwers per se interessant is, omdat er werktuigbouwkundige diepgang in zit. En om dat goed te maken heb ik nog een opgave waarmee ik jullie eens even wil prikkelen om te kijken of jullie dat kunnen. Ik heb een andere groep al deze opdracht voorgehouden of voorgelegd en het goede antwoord daarvan was nog best even puzzelen om daaruit te komen, terwijl ik denk dat het redelijk recht toe recht aan is. En dan sluit ik nu dit stuk af, het niet technische deel, en dan hoop ik dat jullie dit in ieder geval interessant vonden.